kijkers van Steen Goed Koenie en welkom hier in Dubai. Ik ben hier lekker met de familie even een weekje vakantie. En ach joh, het uitzicht, dat moet je toch even zien. Het is toch allemaal niet normaal meer. Kijk, het is prachtig zonnes. Het is rond ongeveer, wat zal het zijn, 25 graden, 30 graden? Het zal echt ongelooflijk heet zijn. Weet je, ik ga gewoon even lekker naar buiten. Ik doe even het raampje open. Oh, oei. Ja, even naar buiten. Ah, kijk wat een mooie ding allemaal hier. En daar zit het zwembad. Daar zit de hele familie. Oh, kan ik inzoomen? Ja, zeker. Daar zit de hele familie eventjes te wateren of zoiets. Even lekker te zonnen daar. Ik doe het even gauw weer dicht. Hoppatee. Zo, slotje erop. En daar ben ik weer. Vet gezellig. Dit is dus de woonkamer zoals je het kan zien. Het is fucking groot. Het is echt een appartement. En hier hebben we allemaal spullen liggen. Daar is het bed van mijn zus. Want ja, met 5 personen. En dat kan allemaal niet in één ruimte, zeg maar. Hier hebben we hier hebben we de keuken. Zal ik hem even goed vastpakken zo. Nou, allemaal leuke dingetjes die je nodig hebt. Vooral thee. Wij zijn de hele familie eigenlijk is thee verslaafd. Dus vandaar thee. Magnetronnetje, allemaal bestek in de vaatwasser, et cetera. Dan komen we hier. En dan moet ik even kijken, want hier hebben we het toilet, als dat goed is. Ja, heb ik even een lichtje aan. Hop. Oh, kijk jongens, wat mooi. Kijk, daar ben ik. Hallo. En hier aan het toilet. Nou ja, het is hartstikke prachtig natuurlijk. Hoppatee, deurtje dicht. Dat is ook stiever de scheid hier ook. Hier is een washokje. Ja, hier is een washokje. Fucking mooi. Wie doet er nou weer de was als hij op vakantie is? Mijn moeder. Fucking grappig. Hier hebben we twee verschillende soorten kamers. Laten we alvast even hier beginnen. Hier slaap ik met mijn oude zus. En zoals je kunt zien, iedereen is nu even naar het zwembad. En alles is nog zo achtergelaten. Het is al best wel vroeg. Vandaar dit is. Mooi badje. Allemaal leuke lichtjes en zo. Allemaal spulletjes. Fucking mooi marmer is dit bij de tonight. En dan hebben we hier de bedden. De bedden die ook echt er niet uitzien. En ik zie dat er nu de camera bijna op is. Ik ga hem snel. Oh shit. Ik ga even de camera afvangen. By the way, bij zaterdag. Oké, nou we zijn er weer. En we gaan weer snel terug naar de plek waar we allemaal nog mee bezig waren. Want de camera batterij was gewoon echt leeg. Ik dacht, oh. En gisteren heb ik fucking veel. Hoe was het gefilmd? En dan had ik. Oké, we zijn er weer. De camera die space ook echt niet normaal. Het is echt niet te doen, dit joh. Maar dit is dus het bed waar mijn zus slaapt. Nou, helemaal geweldig. Hey, jongens, dat uitzicht toch weer. Het is eigenlijk precies hetzelfde als met het balkon. Maar kijk, daar als je even inzoomt. Zo, daar heb je de Burj Khalifa. En de Dubai Mall, zoals ze dat in het Arabisch zou mooi zeggen, denk ik. Daar hebben we, als je het kan zien, daar, helemaal rechtdoor, heb je de luchthaven. Dus zit er fucking dichtbij. Hier heb je nogmaals het zwembad, fucking mooi. En oh jongens, dat weer hier in de Emiraten is toch zo lekker. Hier heb je een hele mooie tv waar ik een beetje zit te turpen soms. Dit is wel een mooi beeld. We gaan zo de bocht om. En dan hebben we hier nog allemaal de bedden van mijn vader en moeder. Hier allemaal spulletjes. En natuurlijk weer hetzelfde uitzicht. Ja, jongens, hier word je ook niet moe van hoor. Het is niet te doen. En daar heb je. Dan moet ik niet te veel geluid maken. Daar heb je een metrostation. Daar heb je die rivier die door Dubai stroomt. En wat nog meer. Even kijken, je hebt een hele mooie douche. Doe eventjes een lampje aan. Hoppatee. We hebben een fucking stortdouche, jongens. Niet normaal, ken je dat? Dat het gewoon zo van bats, bats. Dan komt het water zo van recht boven naar beneden. Het is fucking chill. Wasbak en allemaal leuke onzin spullen. Dan heb je die anuswasser. En voeten wassen. Volgens mij werkt dat zo. Oh, de tering heet. Volgens mij werkt dat zo dat je dan. Dat werkt volgens mij niet zo. Nee, oké. Geen idee waarvoor dat de fucking is. Even kijken. Oké, hier is niks meer. En dan gaan we zo. En dan gaan we deze kant op. Ik wil nog even één ding zeggen. Want dit is namelijk eigenlijk de laatste dag dat wij hier zijn. Ik ga er nog van even lekker bij zitten. Ik heb niet zo heel veel gefilmd. Ik had er niet zo'n zin in. Want het was best wel warm buiten. En dan zit je daar zo met je kamer. De kamer is best wel zwaar.
En ik heb niet zo zin om de hele tijd, de hele dag met die camera om mijn nek. Of dat ik mijn ouders lastig moet vallen. Dat ik daar die camera in hun tas moet doen. Maar dat wil niemand natuurlijk. Dus ik heb gewoon de laatste dag heb ik gewoon wat leuke dingetjes gedaan. En ik heb ook een desert safari gedaan. Dus daar weet ik nog steeds niet of ik daar een aparte video van maak. Of dat ik die gewoon hierachter plan. Dat zien we wel. Of dat zien jullie eigenlijk wel. Want ik weet het wel. Maar het is hier fucking mooi zoals je hier op de achtergrond ziet. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. En abonneer op Steengoed. En zeg ik bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.